In 1966 verdween de Amerikaanse bokskampioen Reuben Hurricane Carter achter de tralies voor een moord die hij niet had gepleegd. Bob Dylan schreef er een wereldberoemde protestsong over. 40 jaar later werd de Rotterdamse bokskampioen Peter Hurricane Smith geveld door 10 kogels en gebeurde het omgekeerde. De veronderstelde moordenaar werd door de rechters op vrije voeten gelaten. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en niet alleen alarm slaat als iemand ten onrechte wordt veroordeeld, maar ook scherp oplet of daders niet de dans ontspringen. Want als de rechtbank een moordverdachte tot 15 jaar cel veroordeelt en deze in hoger beroep op basis van hetzelfde bewijs wordt vrijgesproken, dan is er iets merkwaardigs aan de hand. Was het veroordelende vonnis een gerechtelijke dwaling of was het vrijsprekende arrest een misslag? Het begint allemaal op 15 augustus 2005... als de Rotterdamse thai- en kickboxlegende Peter Hurricane Smith op straat wordt doodgeschoten. De politie arresteert 2 man die de kille liquidatie zouden hebben beraamd en uitgevoerd. Het bewijs tegen hen lijkt overstelpend. Maar dan kijkt u naar de keiharde knock-out van de ooit onverslaanbare straat- en ringvechter Peter Smith en de juridische strijd die binnenkort de laatste ronde ingaat. This is the story of the hurricane. Gekozen. Je zei, mochten ze me ooit doodschieten, moet je weten dat ik liever doodgeschoten word dan dat ze over mij zeggen. Ah joh, die Peter Smith is oud, mank en bang geworden. Rond 17:50 s'avonds loopt een verstandelijk gehandicapte man richting de Meidoornsingel in Rotterdam. Plotseling hoort de man diverse knallen. Hij denkt nog, welke gek steekt er in augustus nou vuurwerk af? Op het pad dat tussen de flats loopt, ziet hij dat een man met een capuchon komt aanrennen die hem doet denken aan de wereldberoemde oud-voetballer Pelé. Uit een soort reflex stikt hij zijn been uit. De verstandelijk gehandicapte man ziet op de singel een man op de weg liggen. Zijn benen trekken. Hij ligt op zijn rug met zijn armen naast zijn hoofd. Als de man wil gaan kijken, tikt een begeleidster van het tehuis op het raam. Op dat moment arriveert een politieauto. De agenten hebben een melding gekregen van een schietpartij en lopen naar het slachtoffer dat naast de stoep ligt. Ze zien dat hij een aantal schotwonden in de buik heeft en voelen dat hij geen hartslag meer heeft. Even later arriveert een traumahelikopter. De broeders kunnen niets meer betekenen. De man is overleden. De identiteit van het slachtoffer is nagenoeg onmiddellijk bekend. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de Maasstad. Het is de 43-jarige Peter Smith, oud-wereldkampioen kickboksen. Het slachtoffer is 10 keer in zijn rug en in zijn buik geschoten. Zijn hart, lever, longen en aorta zijn geraakt. Zo blijkt later uit sectie door het Nederlands Forensisch Instituut. Smith wordt gevonden te midden van 10 hulzen van het kaliber 7,65 mm.
Na zijn rechtervoet liggen Mercedes-autosleutels. Die blijken te horen bij een opvallende Mercedes Cabrio die op enkele meters afstand in een vak staat geparkeerd. De schutter is ontkomen, maar de verstandelijk gehandicapte man is niet de enige die de vermoedelijke dader heeft gezien. Een aantal ooggetuigen van de schietpartij meldt zich bij de politie. Op de Meidoornsingel kwam rond 6 uur een 31-jarige vrouw aanrijden toen ze zag hoe het slachtoffer onder schot werd gehouden door een man. Hij droeg donkere kleding en witte latex handschoenen. Aan de overzijde van Singel kwam op dat moment een 61-jarige fietser aangereden. Hij zag de schutter met gestrekte arm enkele schoten afvuren. De 31-jarige vrouw op de Singel had op dat moment haar auto stilgezet. Zij zag hoe het slachtoffer achterover viel op de grond en dat de schutter toen nog enkele keren vuurde. Op de galerij van een flat op het Kemperpad was een 11-jarig meisje aan het spelen. Zij zag toen hoe de schutter wegrende in de richting van de Teldersweg. Bij het Wiarda-pad wordt even daarna een 11-jarig jongetje ingehaald door een rennende man die zijn trui uittrekt en in de bosjes gooit. De man heeft opvallende schoenen met rode zolen van het type Nike Air, aldus de jongen. De jongen vermoedt dat de man iets gedaan heeft en rent hem achterna. Hij ziet hoe de man de brug over de Donker Singel neemt en uit het zicht verdwijnt in de richting van de Rutgerstraat. De moord op Peter Smit vindt plaats op klaarlichte dag op deze drukke Singel in het zicht van meerdere getuigen. Toch komt de recherche niet tot een gelijkluidend signalement van de schutter. Terwijl sommige getuigen er zeker van zijn dat het om een donkere man gaat, menen anderen weer dat het om een blanke schutter gaat. Zelfs de optie van een vrouw passeert even de revue. Toch komt de recherche uiteindelijk tot een compositietekening van de dader. Op basis van de verklaring van de 11-jarige jongen gaat de recherche uit van een man van tussen de 20 en 25 jaar, circa 1,85 meter, kort gemillimeterd haar, afstaande oren, platte neus en een donkere huidskleur. De politie volgt de vluchtroute van de dader zoals die uit het relaas van de getuigen naar voren komt. Een speurhond vindt in de bosjes bij de Molserstraat een vuurwapen van het kaliber 7,65 mm dat is leeggeschoten. Op het grasveld aan de achterzijde van de Molserstraat, iets verder dan de plek waar de verstandelijk gehandicapte man de schutter liet struikelen, ligt een deel van een latex handschoen. Op aanwijzing van de 11-jarige jongen vindt de politie in de bosjes bij het Wiardapad een opgerolde zwarte vliestrui. In de trui vindt de recherche een bivakmuts en een witte latex handschoen. Alle sporen worden veiliggesteld voor onderzoek door het NFI. Het leidt voor de recherche geen twijfel dat deze attributen bij de moord zijn gebruikt. Maar de vraag is, door wie
en waarom. Het verhaal van Peter Smit is dat van een underdog die zich uit de achterbuurten van Dordrecht omhoog vecht tot kampioen in 3 van de hardste gevechtsporten ter wereld. Het verhaal van een sportheld die aan lager wal raakt na een enkel blessure, maar weer uit de goot omhoog krabbelt. Maar ook het verhaal van een strijder die zijn laatste gevecht voor zijn eer met de dood moest bekopen. Peter Smit wordt in 1961 geboren in de volkswijk Oud-Crispijn in Dordrecht. Hij komt uit een gezin van in totaal 8 kinderen. Zijn vader is lasser. De familie heeft het niet breed. Peter is een tenger jochie met een tomeloze energie. Tegenwoordig zou de diagnose ADHD zijn gesteld. Een beetje meisjesachtig, een lief mannetje. Maar ja, ook toentertijd kleinzerig. En erg druk. Nou ja, toen had ik helemaal nog geen benul wat HDHD inhield. Maar volgens mij had hij daar een tak van. Nou, het was een mannetje wat gewoon graag bezig was en ja, geen doelen in zijn leven had. Dat had hij niet. Het was voor hem gewoon een strijd van overleven en that's it. Als je pispaalt, die was dan ben je continu onder handen genomen natuurlijk. En hij was toen een van de minderen. Dan moest je vechten voor je rolletje drop, bij wijze van spreken. Aan je rolletje drop had wou iedereen het hebben. Dus je moest er van je lijf afhouden. Als jongetje gaat Peter een keer met zijn broer mee naar de karateschool van Jan Vlezenbeek. Daar gaat een wereld voor hem open. Het was een druk jong. Hij was behoorlijk luidruchtig. En hij wilde ook meteen alles meedoen. De basistechniek aanleren en de grondbeginselen, dat zag hij niet zo zitten. Hij wilde ook meteen meesparren. En omdat het een brutaal knaapje was, dacht ik, nou ja, dan doe je dat maar. En dat heeft hij dan geweten ook. Hij verloor de eerste avond al meteen 1 of 2 tanden. Maar dat vond hij helemaal niet erg, want we gingen wel even naar de tandarts. En ik dacht, nou, die zien we dus nooit meer terug. Maar de keer erop kwam hij weer en zei, nou, ik ben naar de tandarts geweest en ik krijg 2 nieuwe tanden van de tandarts. Mijn moeder vindt het niet leuk, maar hij zegt, maar ik blijf dit doen. Peter is volgens zijn trainer geen supertalent, maar heeft een enorme motivatie en vechtlust. Ook beschikt hij over een onuitputtelijke conditie. Hij wordt erbij niet gehinderd door zijn hang naar het horecaleven. Smit was een echte kroegtijger, maar één met een leeuwenhart. Hij kon dat heel goed combineren. Hij trainde uitermate hard en soms wel 4 uur per dag. En als hij dan vrijdags vrij was, dan ging hij toch weer de disco in en dan ging dat tot 5 uur 's morgens door. En ook zaterdagsmorgens trainen we dan. En dan heb ik het wel eens meegemaakt dat hij na het stappen 's morgens om 9 uur buiten het grasveld voor de dojo zijn roes uit lag te slapen, omdat hij dan toch de training wilde meemaken. Ja, dat is voor een normaal mens niet vol te houden. Dus ik denk dat het toch wel een beetje primitief lichaam was. Door zijn doorzettingsvermogen knokt Smit zich langzaam maar zeker een weg naar de top. Eerst op regionaal niveau en later op landelijk niveau sleept Peter Smit steeds meer prijzen in de wacht. In 1985 wordt Smit geselecteerd voor het nationale team en wordt hij Nederlands kampioen full contact karate. In datzelfde jaar verbaast Smit vriend en vijand door in Hawaii de Aziatisch kampioen van de mat te slaan. Zijn wervelende vechtstijl maakt indruk op het tropische eiland. Het was volgens de organisatoren lang geleden dat een dergelijke orkaan had huisgehouden in Hawaii. Sindsdien draagt Peter Smit de eervolle bijnaam, de Hurricane.
Het pad van Smit is in de jaren daarna geplaveid met successen. Hij wordt Nederlands en Europees kampioen. Maar een gooi naar de wereldtitel mislukt. Gedesillusioneerd gooit hij daarna de handdoek in de ring. Smit stopt met karate. De Hurricane legt zich daarna toe op een andere, keiharde vechtsport. Kickboksen. Ook in deze vechtstijl knokt Smit zich een weg naar de top. In Tokio neemt hij de handschoen op tegen regerend wereldkampioen Rob Kaman. Dit zijn de beelden van die wedstrijd. Smit vecht in de groene broek. Met een knock-out verslaat Smit legende Kaman en mag zich dan wereldkampioen kickboksen noemen. Maar de kroon op zijn carrière moet dan nog komen. In hetzelfde jaar reist Peter Smit naar Thailand om in de ring te stappen tegen de wereldkampioen thaiboksen. Smit verslaat in het Hol van de Leeuw de Thaise gedoodverfde favoriet en mag zich de eerste westerse wereldkampioen in het thaiboksen noemen. Peter Smit, het straatschoffie uit Dordrecht, lijkt de sloppen dan voor eens en altijd achter zich te hebben gelaten. Hij verkeert op het hoogtepunt van zijn roem. Hij heeft zich opgewerkt tot een volksheld in Rijnmond en tot een sportlegende in Azië. Na de eerste paar keren dat ik hem had zien vechten, toen wist ik al dat het een knokker was van nature. Een krijger. En dat lag hem ook helemaal. En ja, dat had ik al heel snel door. En ik heb hem uiteindelijk als straatjongetje van de straat geplukt en hem naar de wereldtop gebracht. Dus ja, ik denk dat dat ook meespeelt. Maar het kan verkeren. De zware wedstrijden eisen zijn tol. Oude blessures spelen hem steeds vaker parten. De carrière van Smit raakt begin jaren 90 in het slop. Hij verliest vrijwel elke partij door pijn aan zijn enkels en knieën. Smit is ook steeds vaker in de kroeg te vinden. De kampioen raakt door de mentale mokerslag in een depressie waar hij niet snel meer uitkomt. Hij gleed steeds verder af. En uiteindelijk kon ik me emotioneel niet meer met hem verenigen. Het deed me te veel. Ik zag de aftakeling. Hij is compleet junk geworden. En ik zag de aftakeling en ook andere vrienden van hem, die hebben hem toen los moeten laten. Even stormachtig als die was opgekomen, komt er een einde aan de carrière van de Hurricane. De zelfkant van de samenleving die Smit door de vechtsport wist te ontstijgen, is dan weer de realiteit van alle dag geworden. Smits relatie, waaruit twee dochters werden geboren, loopt op de klippen. De vechtsportlegende belandt zelfs eind jaren 90 in de gevangenis wegens het plegen van een snelkraak. Peter Smit is dan een schim van de kampioen van wel eer geworden. Maar de gevangenis heeft een louterende uitwerking op Smit. En op de dag van zijn vrijlating, begin 2000, ontmoet hij zijn vriendin Carla Rovers. Hij was net uit de gevangenis, had twee tanden. Eén hier en één daar. En ja, ik voelde mij eng en druk. Carla helpt hem de draad van zijn leven weer op te pakken. Smit kikt af, werpt zijn schuldenlast af en gaat met haar samenwonen. Samen krijgen ze een zoon. En Peter Smit pakt de handschoen weer op. Hij gaat lesgeven in de Schiedamse sportschool Hurricane Gym, die hij samen met een partner runt. Smit krabbelt langzaam maar zeker uit de touwen. Vlak voor zijn dood, in de zomer van 2005, werkte inmiddels 43-jarige Smit als portier voor een aantal horecazaken in Rotterdam. Hoewel hij nogal wat overgewicht met zich meetorst, mank loopt en voortdurend pijn heeft,
geniet hij nog altijd een zeker aanzien in de Maasstad. En niet alleen daar. Peter Smit wordt op 20 augustus 2005 op indrukwekkende wijze begraven. Honderden karateka's uit de hele wereld zijn overgevlogen om hem in een erehaag uitgeleide te doen. Zijn naam staat in de eregalerij van Nederlandse vechtsporters. Samen gaan lachen, samen gaan. Nu hebben we het erin. Weet dat ik altijd van je blijf houden. Ga wel een hele keer, nog voor de straat. Voor de nabestaanden van Peter Smit bestaat er geen twijfel over de achtergronden van zijn gewelddadige dood. Je streven naar eerlijkheid en gerechtigheid is je fataal geworden. Maar ik weet dat jij het toch zo wilde. Peter zei, dit gaat om mijn eigenwaarde. Ik laat mij niet intimideren, door wie dan ook. Mochten ze me ooit doodschieten, moet je weten dat ik liever doodgeschoten word dan dat ze over mij zeggen. Ah joh, die Peter Smit is oud, mank en bang geworden. Op die bewuste maandagmiddag in augustus ligt Peter Smit op de bank als om 16.40 uur zijn mobiele telefoon gaat. Zo vertelt Carla aan de recherche. Volgens haar zegt hij, Cor wil me zien. Gehaast trekt Smit zijn schoenen aan zonder zijn sokken aan te doen. Dat is opmerkelijk omdat Smit last heeft van zijn enkels. Smit loopt de deur uit en vergeet in de opwinding zijn mobiele telefoon. Anderhalf uur later is hij dood. Uit getuigenverklaringen komt naar voren dat Peter Smit in de laatste weken voor zijn dood wilde bemiddelen in een conflict tussen een vriend van hem, ene Bart, en een zekere Cor P. uit Schiedam. Het is deze Cor P. die Smit opbelt slechts anderhalf uur voor zijn dood. Alle reden voor de recherche om in de achtergronden van het conflict te duiken. Een conflict dat 7 weken eerder begint in een bar in Schiedam. Zo wordt de recherche uit getuigenverhoren duidelijk. Op die avond wordt Bart, een 40-jarige Rotterdammer en een vriend van Peter Smit, aangesproken door 2 jonge mannen met wie hij wel eens zaken doet. Eén van hen is Cor P., een 22-jarige langharige crimineel met vele vuurwapendelicten op zijn kerfstok, die de bijnaam De Paling heeft, omdat hij keer op keer uit handen van justitie weet te blijven. Cor P. stelt Bart aansprakelijk voor een misgelopen drugsdeal. Zo komt uit getuigenverklaringen naar voren. Bart zou volgens getuigen een proefzakje ecstasypillen regelen voor die deal. En toen hij hierin niet slaagde, liep de deal mis. De Paling eiste erop 20.000 euro van Bart. Cor P. en zijn compaan Melfrim S. stellen die avond voor een eindje te gaan rijden. Bart wordt dan met een vuurwapen gedwongen zijn Rolex-horloge te waarde van 20.000 euro af te staan. De hoogte van de schuld, verklaart Bart tegen de politie. De volgende dag hoort Peter Smit dat het horloge van zijn vriend Bart is afgepakt en raadt hem aan aangifte te doen. En dat doet Bart 2 dagen later, op 27 juni. Love. Voor Cor P. werkt die aangifte kennelijk als een rode lap op een stier. Enkele dagen later lopen Bart en zijn vriendin van een terras in Schiedam naar een auto, als ze plotseling worden klemgereden door Cor P., Melfrim S. en hun compaan Louis de V., zo vertelt Bart de recherche. Cor eist met een vuurwapen in zijn hand dat Bart zijn aangifte intrekt. Bart slaagt erin, naar eigen zeggen, om het wapen af te pakken, maar hij trekt de aangifte niet in. Peter Smit hoort van de penibele positie waarin zijn vriend Bart verkeert en besluit zich er dan mee te bemoeien.
Peter vond het gewoon belachelijk en had ook zoiets. Iedereen weet ook dat die Bart een vriend van mij is. Zat Peter in een verkeerd circuit? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Terwijl het juist voor een man als Peter heel makkelijk is om daarin terecht te komen. Maar Peter vond zijn gezin heel belangrijk. Was het niet zo dat hij bezig was op basis van zijn naam en reputatie met allerlei incasso-klusjes? Weet je wat het was met Peter? Peter was eigenlijk invalide, die kon niet eens lopen, die kon de straat nog niet uit. Peter was absoluut niet met incasso's of dingen bezig. Hij had wel nog een grote naam, hè? Hij boezemde natuurlijk wel angst in. Als mensen zeiden, nou, ja. Peter Smit komt wel even langs, dan... Ja, maar Peter was niet zo... Nee, Peter was niet te sturen voor die dingen, hoor. Dat, hij kon dat ook eigenlijk helemaal niet eens meer aan. Echt niet. Wat ik zeg, hij kon net naar de auto lopen. Verder kwam hij niet. Peter Smit belt Cor P. op en zegt hem het horloge terug te geven aan zijn vriend. Maar P. ontkent dan de Rolex in bezit te hebben. Smit laat hem weten met die uitleg geen genoegen te nemen en dat de Schiedamse crimineel ervoor moet zorgen dat het horloge terugkomt. In augustus is er vrijwel dagelijks telefonisch contact over het horloge. Uit printgegevens blijkt dat er 13 gesprekken plaatsvonden tussen Smit en P. Cor beweert dat een neef van Melvrum S., ene Noerman, de klok momenteel in bezit heeft. Als Peter vervolgens naar dit lid van de beruchte familie belt, laat hij weten niet onder de indruk te zijn van Peter. Het krenkt de trots van de oud-wereldkampioen. Vanaf dat moment wordt het terugkrijgen van het horloge een prestigekwestie voor Smit. Smit dreigt zelfs dat hij het minderjarige broertje van Noerman zal ontvoeren en voor iedere dag dat het horloge niet terugkomt, één van zijn vingers zal breken. Het is een dreigement dat de zaak doet escaleren, want begin augustus wordt Smit gebeld door een Joegoslaaf die iets met hem wil afspreken. Via via hoort Smit echter dat deze man bekend staat als een beruchte huurmoordenaar. Niettemin gaan Peter en Bart naar de afspraak. De oud-wereldkampioen bluft tegen hem. Kom jij hier om mij te vermoorden? Schiet dan maar. Waarvoor ga jij me afmaken? De beruchte Joegoslaaf laat hem weten dat hij nog 20.000 euro krijgt van Cor P. vanwege de mislukte drugsdeal en dat hij hem heeft doorverwezen naar Bart. Peter legt uit dat Bart juist beroofd is van zijn Rolex ter waarde van 20.000 euro... en dat zij dus beide iets te goed hebben van P. Ik zal kijken wat ik nog heb. De Joegoslaaf vertrekt dan en belooft een goed woordje voor Bart te doen bij Cor P. Op vrijdag 12 augustus, 3 dagen voor zijn dood, wordt Smit gebeld door Cor P. Hij wil afspreken. De ontmoeting vindt plaats bij een café in het centrum van Schiedam. Voor het eerst staan Peter en Cor dan oog in oog. Peter en Cor ontmoeten elkaar voor de ingang van het café en gaan dan naar binnen. Carla blijft in de auto zitten. Ze ziet hoe een man in het donker gekleed aankomt lopen en voor de deur de wacht houdt. Carla vertrouwt het zaakje niet en belt naar Peter dat Cor P. niet alleen is. Even later komt Peter naar buiten met Cor. De man in het donker gekleed bemoeit zich met het gesprek. Het heeft er alle schijn van dat het probleem met de Rolex is opgelost. Volgens Carla omhelst Cor dan Peter en stelt hij zelfs aan Peter voor om met elkaar zaken te gaan doen. Smit houdt de boot af en zegt: ja, natuurlijk, gozer, wat jij wil. Haal jij die klok nou maar terug. Drie dagen later, op maandag 15 augustus, gaat de gsm van Peter Smit. Hij stormt het huis uit en zegt tegen Carla: Cor wil me zien. Anderhalf uur later wordt Carla gebeld door een vriend met de mededeling dat er is geschoten op de Meidoornsingel.
en dat Peter zijn auto er staat en dat de straat is afgezet met politielint. Als ze naar de plaats delict gaat, ziet ze haar vriend op de grond liggen. De man die in de ring vele klappen incasseerde om zijn eer te verdedigen, heeft niet kunnen opboksen tegen het geweld van een pistool. Peter Smit, de Hurricane, is definitief uitgeraasd. Voor de recherche is het zonneklaar dat er een direct verband bestaat tussen het conflict over een horloge en de liquidatie van Peter Smit. Meerdere getuigenverklaringen wijzen in die richting. Maar dat plaatst Cor P. nog niet op de plaats delict tijdens de schietpartij. Ooggetuigen hebben immers alleen een donker getinte schutter in zwarte kleding zien wegrennen. En Cor P. is licht getint en heeft opvallend lang zwart haar. Totdat er zich een week later een getuige bij de politie meldt die zegt exact te hebben gezien wat er zich heeft afgespeeld op de Meidoornsingel die bewuste 15e augustus. Het gaat om het 15-jarige Marokkaanse jongetje Mohammed. Hij woont in een flat aan de Meidoornsingel en is naar eigen zeggen ooggetuige geweest van de hele schietpartij. Hij heeft zich gemeld bij de politie op aandringen van een vriend van Peter Smit. Mohammed vertelt de recherche dat hij die dag op de galerij staat en ziet hoe de opvallende Mercedes van Smit aankomt rijden. De auto staat enkele minuten stil aan de waterzijde van de singel. Mohammed ziet dan twee mannen zitten. Ze praten op harde, luidruchtige toon met elkaar. Daarna wordt de auto naast het trottoir in een parkeervak gezet. De bijrijder heeft lang zwart haar, ziet Mohammed. Terwijl Smit bij de auto blijft, loopt de andere man naar het pad. Als Peter Smit het pad inloopt, ziet Mohammed dat hij onmiddellijk terugloopt. Smit wordt vervolgens van achteren neergeschoten. De schutter komt dan het pad uit en vuurt van dichtbij nog minstens 5 keer op Smit die op de grond ligt. Mohammed ziet hoe de schutter zich daarna omdraait en wegrent tussen de flats. Het is een verklaring die Cor P. onmiddellijk linkt aan de moord op Peter Smit. Hieruit ontstaat het vermoeden dat hij Smit met voorbedachte raden naar een plek heeft gelokt waar een schutter klaar stond om hem dood te schieten. Deze verklaring van de jonge Mohammed staat niet op zichzelf. Er is nog een getuige die Smit kort voor diens dood in aanwezigheid van P. heeft gezien. Een 37-jarige man meldt zich bij de politie. Hij herinnert zich dat hij die dag rond 17:45 s'avonds is aangesproken door Smit en zijn bijrijder. Dit vond plaats op enkele minuten afstand van de plaats delict. Peter Smit vraagt aan de getuigen de weg naar Schiebroek. Kennelijk hebben ze haast, want hij trekt daarna met grote snelheid op. Ook deze getuige omschrijft de bijrijder als een ietwat donker getinte man met lang donker haar. Cor, de paling, heeft een motief voor moord. Er was ruzie om een horloge. Hij voelde zich bedreigd door de kickbokser en hij was kort ervoor in aanwezigheid van het slachtoffer. Genoeg reden voor de recherche om Cor aan te houden. Het lijkt een appeltje-eitje voor het onderzoeksteam. Dit keer lijkt de paling de dans niet te ontspringen. Maar als de recherche hem wil aanhouden, is de vogel gevlogen. De aalgladde crimineel blijkt te zijn ondergedoken voor de politie. En van de schutter ontbreekt ook ieder spoor. Maar op 22 augustus, een week na de moord, komt de recherche hem na een telefoontap toch op het spoor in Den Haag. En kan P. door een arrestatieteam worden aangehouden. Cor
Cor de Paling is een man met een indrukwekkend strafblad die vaak te glad bleek voor justitie. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij schietpartijen, overvallen, gijzeling en verkrachting, maar slaagt er in veel gevallen niet in deze zaken rond te krijgen. De Schiedammer zou zich volgens getuigen inmiddels hebben opgewerkt tot de leider van een lokale bende. Maar dat niet alleen. Tijdens zijn aanhouding draagt P. een schoudertas met een agenda erin. In de agenda komen een aantal opvallende namen voor. Zo beschikt P. niet alleen over de mobiele nummers van lokale beruchte figuren, maar ook van Geurt R., de voormalig lijfwacht van drugsbaron Klaas Bruinsma, en van Harry R., een lid van de beruchte Limburgse Hells Angels, de Nomads. Deze motorclub kwam in het nieuws vanwege de moord op 4 clubleden en vanwege de moord op drugshandelaar Steven Chocolaat. Harry R. werd in beide zaken verdacht. Kennelijk heeft Cor P. zijn criminele voelsprieten ook buiten de regiogrens uitgeslagen. Cor de Paling wordt verhoord door de recherche. Maar P. ontkent betrokken te zijn bij de moord op Peter Smit. Hij beweert juist een goede band te hebben gehad met het slachtoffer. Cor P. beaamt die dag inderdaad een ontmoeting te hebben gehad met Smit, maar niet vanwege het horloge. Die kwestie was opgelost en Smit en hij waren juist van plan voortaan zaken te gaan doen, aldus P. De Paling ontkent bij de schietpartij aanwezig te zijn geweest. P. merkte op dat het wel erg dom zou zijn om met zijn eigen telefoon Smit te bellen en vervolgens te rijden naar een drukke plek als hij van plan was geweest om Smit te vermoorden. Over kroongetuige Mohammed, die verklaart een man met zijn signalement op de plaats delict te hebben gezien, zegt hij: ik vind die Mohammed een heel vervelend mannetje. Dat er in zo'n onderzoek wordt afgegaan op het woord van iemand die heel veel wordt ingefluisterd door een vriend van Smit, dat vindt hij toch heel vreemd. Daarna weigert P. een verdere verklaring af te leggen. Maar de recherche is ervan overtuigd een van de daders in de kraag te hebben gevat. Maar wie de schutter is, blijft vooralsnog onbekend. Bij de criminele inlichtingeneenheid Randstad Zuid komt echter op 24 augustus informatie binnen dat Peter Smit is doodgeschoten door een Hindoestaan uit Rotterdam van ongeveer 25 jaar oud, met een zeer donkere huidskleur en een mager postuur. Hij heeft kort geschoren haar, gouden voortanden en een piercing in zijn onderlip. Volgens de CIA-informant, die als betrouwbaar bekend staat, zijn de twee mannen die betrokken zijn bij de moord op Peter Smit neven van elkaar die samen zijn ondergedoken op een adres in Den Haag. Een week na de aanhouding van Cor P. betreden agenten de flat in Den Haag waar hij voor zijn arrestatie ondergedoken heeft gezeten. De agenten horen ineens de gehaaste voetstappen van iemand die de benen neemt. Als ze aanbellen bij een woning, doet een vrouw open. Ze ontkent dat er zojuist iemand naar binnen is gerend. De agent vraagt of hij even binnen mag kijken en treft dan een man aan. Het is de 26-jarige Rotterdammer Iron E. Hij is van Hindoestaanse komaf, heeft gouden tanden, een piercing en is een neef van de verdachte Cor P. Hij past dus precies in het beeld van de CIA-informatie. Iron E. wordt onmiddellijk aangehouden. Hij heeft een lang strafblad. Hij is vanaf zijn 17e meerdere keren veroordeeld wegens geweldsdelicten en bedreiging. Iron E. wordt verhoord. Ook hij ontkent iets met de moord te maken te hebben. Hij zegt: ik ben geen lievertje geweest en ik ben ook wel gestraft, maar ik ben geen moordenaar en heb geen vuurwapens.
zegt te zijn gevlucht voor de politie omdat hij nog een straf van 9 maanden moet uitzitten. De jonge Rotterdammer beweert een alibi te hebben voor het tijdstip van de moord. Hij was thuis, samen met zijn vader en zijn moeder, en lag op de bank tv te kijken. Opvallend genoeg zegt de naam Cor P. hem niets, terwijl de recherche zijn neef bedoelt. Hij zegt: is dat een Nederlandse naam toevallig? Ik ken geen Nederlanders. Daarna weigert verdachte Aaron I. nog een verdere verklaring af te leggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De recherche krijgt dus te maken met 2 ontkennende verdachten. Cor P. ontkent bij de schietpartij te zijn geweest, terwijl de 15-jarige getuige iemand met zijn uiterlijk op de plaats delict heeft gezien. Ook heeft P. een motief om Smit te laten vermoorden. En Aaron I. ontkent eveneens, maar past precies in het plaatje van de criminele inlichtingeneenheid over de schutter. En dat is niet alles. Ooggetuigen hebben een donkere, tengere man met afstaande oren gezien die lijkt op oud-voetballer Pelé. Het is een signalement waar I aan voldoet. Daarnaast heeft een jongen de schutter op Nike Air sportschoenen zien wegrennen in de richting van de Rutgerstraat. Opvallend genoeg is dit de straat waar I woont, zo ontdekt de recherche. Ook blijkt Aaron in het bezit te zijn van soortgelijke sportschoenen. Bovendien meent Carla, de vriendin van Peter Smit, Aaron I. te herkennen als de man die 3 dagen voor de moord, tijdens de ontmoeting in het café, buiten de wacht hield. Genoeg verdachte omstandigheden, maar hard bewijs ontbreekt. De recherche vraagt aan de 3 belangrijkste getuigen of zij de verdachten herkennen tussen 5 foto's. Maar dit levert een tegenslag op voor de recherche. De verstandelijk gehandicapte man herkent Aaron I. namelijk niet als de man die hij poontje heeft gehaakt. En de man aan wie de weg werd gevraagd herkent verdachte Cor P. niet als de bijrijder van Smit. En ook de belangrijkste getuige, de 15-jarige Mohammed, herkent P. niet. En ook onderzoek van de GSM-gegevens van Cor P. levert niets op. Na 17:21, dus dat is een half uur voor de moord, staat zijn telefoon uit. De recherche komt er niet achter welke GSM Aaron heeft gebruikt en slaagt er niet in zijn belhistorie te achterhalen. Maar duidelijk is wel dat hij geen direct contact had met P. Verder beamen de ouders van Aaron I. het alibi van hun zoon. I was ten tijde van de schietpartij gewoon thuis. Kortom, het doorslaggevend bewijs dat de verdachten daadwerkelijk op de plaats delict aanwezig waren, kan dus niet worden geleverd. Totdat DNA-onderzoek nieuw licht werpt op de zaak. Het DNA-profiel van de mannen wordt vergeleken met sporen die zijn aangetroffen op de trui, de latex handschoenen, de bivakmuts en het vuurwapen die zijn aangetroffen op de vluchtroute van de schutter. De uitslag maakt volgens justitie korte metten met de ontkenning van de verdachte betrokken te zijn bij de schietpartij. In de kraag van de trui zitten DNA-sporen die met de grootst mogelijke zekerheid toebehoren aan Aaron I. Ook wordt er biologisch materiaal aangetroffen dat mogelijk van Cor P. afkomstig is.
In de latex-handschoenen worden sporen aangetroffen van maar liefst 3 personen. 2 ervan hebben kenmerken van RNI en Corpé. Op de bivakmuts wordt DNA gevonden dat met de grootst mogelijke zekerheid toebehoort aan Corpé. En tenslotte wordt op het vuurwapen biologisch materiaal aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van zowel P als I. Hoewel uit het sporenonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut niet zonder meer geconcludeerd kan worden dat de verdachten tijdens de liquidatie op de plaats delict waren, toont het wel hun betrokkenheid bij de zaak aan. De trui en de latex handschoenen zijn immers door zowel Corpé als Iron E gedragen, zo staat vast. En het moordwapen is mogelijk in beide handen geweest, zo wijst het NFI-onderzoek uit. Kennelijk geïnspireerd door het belastende DNA-onderzoek besluit verdachte Corpé daarop zijn verklaring bij te stellen. Hij heeft een uitleg die de zaak een nieuwe wending geeft. Corpé geeft nu toe inderdaad met Peter Smit naar de Meidoornsingel te zijn gereden. Ja? Maar eenmaal daar aangekomen kwam hij naar eigen zeggen onverwacht een bekende tegen die een appeltje te schillen had met Smit. P is toen, naar eigen zeggen, totaal overdonderd weggelopen. Hij heeft de schietpartij niet gezien, maar hoorde in de verte wel knallen. P is vervolgens naar een internetcafé gegaan om te bellen. Daarna heeft hij de bus naar huis genomen. P wil niet zeggen wie die bekende is. Het is in ieder geval iemand uit zijn groep. Zo valt uit zijn verklaring af te leiden. Maar Cor voegt er wel aan toe: de daad van de een is niet meteen de keus van de ander. De latex handschoenen heeft hij naar eigen zeggen aangehad bij het versnijden van cocaïne en zouden volgens hem binnen de groep circuleren. Dat geldt ook voor het vuurwapen. Hij ontkent echter de trui ooit aan te hebben gehad. Die is niet van hem, zo verklaart P. Corpé laat zich dan opvallend genoeg belastend uit over medeverdachte Iron I. Volgens hem is zijn neef Iron een soort haantje de voorste. Hij heeft hem naar eigen zeggen ooit moeten tegenhouden toen Iron een portier ging doodsteken. P verklaart dat hij Iron als een oudere broer ziet tegen wie hij opkijkt. Het heeft er dus alle schijn van dat Corpé zijn neef Iron naar voren wil schuiven als de schutter en zichzelf wil neerzetten als een willoos slachtoffer van de situatie. Dat beeld wordt versterkt door de vondst van een schrijfblok in de cel van Corpé en een 15 pagina's tellende brief in de postkamer van het Huis van Bewaring in Krimpen aan de IJssel hier achter mij. Hield Corpé tot op dat moment angstvallig zijn mond? Op papier doet hij enkele ontboezemingen die de recherche direct de wenkbrauwen doet fronsen. Corpé schrijft onomwonden dat het inderdaad zijn neef Iron was die de langharige man, zoals hij zichzelf noemt, in het paadje tegenkwam. Iron had volgens P een capuchon op en zette grote ogen op. P schrijft: hij was boos en begon mij in het Surinaams uit te schelden. Wat doe je met die man? Die man heeft onze familie bedreigd. Iron wilde als mannen onder elkaar met Peter Smit praten, aldus P. Hij werd weggestuurd door Iron. Iron heeft later aan hem in een dronken bui toegegeven dat hij Smit heeft doodgeschoten. Zo schrijft P. Als Iron dat nou gewoon toegeeft in plaats van stomweg alles te ontkennen, want dat heeft toch geen zin meer. P schrijft nog in zijn brief: wij komen gewoon vrij. Alleen Iron gaat zitten 100% op DNA-sporen. Wat hij heeft gedaan was zijn keuze. Ik was er niet bij, dat zal hij ook zeggen. P wijst dus met zijn vinger naar Iron als schutter. Maar Iron ontkent in alle toonaarden. Hij verklaart:
P. heeft die brieven expres zo geschreven. Ze zijn niet waar. Ik ben niet de dader. Ik heb geen idee waarom iemand mij erin probeert te luizen. Hij geeft toe de trui wel eens te hebben aangehad, maar dat was 2 weken voor de moord. Hij zegt de trui toen in het huis van P. te hebben achtergelaten. Ook geeft hij toe de handschoenen wel eens te hebben gedragen bij het versnijden van cocaïne. Maar een vuurwapen heeft hij naar eigen zeggen nog nooit in zijn handen gehad. Hij snapt niet dat die spullen op de plaats delict terecht zijn gekomen, want hij is er zelf nooit geweest, zo verklaart Aaron. De recherche neemt de schriftelijke biecht van Cor P. uiterst serieus. Op 1 punt na. Zijn eigen rol in het geheel als willoos slachtoffer van de situatie. Wat Cor P. namelijk niet weet, is dat de recherche dan al in aanraking gekomen is met een man die korte tijd deel heeft uitgemaakt van de groep rond Cor P., ene Michel. En hij stelt het geschetste beeld behoorlijk bij. Michel verklaart dat niet Aaron de baas is, maar Cor. Sterker nog, Cor had Aaron onlangs uit zijn groep gegooid omdat hij vond dat Aaron niets kon, aldus Michel. Cor vertelde mij ook dat hij Aaron had geslagen. Begin augustus hoorde hij dat Aaron ineens weer in het clubje zat. Michel geeft dan zijn visie op de moord op de oud-kickbokser. Ik denk zelf dat die Aaron zich heeft moeten bewijzen om bij die groep van Cor P. te horen door Smit dood te schieten. Het is een opvallende verklaring die deze Michel later weer wil intrekken. Naar eigen zeggen uit angst voor wraak van de groep rond Cor P. Maar het beeld is voor de recherche dan echter al compleet. Cor P. als de organisator van de moord en Aaron als de uitvoerder, die vervolgens alle schuld in zijn schoenen geschoven krijgt. De voorgehouden worst van een eeuwige vriendschap tussen de bloedverwanten blijkt dus in de praktijk een leeg velletje. Op basis van verklaringen en technisch onderzoek komt de recherche uiteindelijk tot de volgende reconstructie van de moord op Peter Smit. Om 16:41 wordt Peter Smit gebeld door Cor P. P. is dan in de buurt van het huis van Smit. Zo blijkt uit historische gegevens van zijn mobiele telefoon. Daarom vertrekt Smit gehaast van huis. Smit en P. ontmoeten elkaar op de nabijgelegen Bergweg. Vermoedelijk is Cor P. afgezet door zijn vriend Louis de V. Ze rijden naar Schiedam, naar het huis van deze vriend. Daar arriveren ze rond 17:21. Hierna zet P. zijn telefoon uit. Vervolgens brengt Smit Cor P. naar de Meidoornsingel in Rotterdam, waar P. een familielid heeft wonen. Rond 17:45 vragen ze de weg. Op de Meidoornsingel stapt P. uit en loopt het pad in waar zijn neef Aaron E. klaar staat. P. heeft een trui, handschoenen, een bivakmuts en een pistool ter beschikking gesteld aan I. Zo valt af te leiden uit de resultaten van het DNA-onderzoek. Smit loopt het pad in. Daarop maakt P. zich uit de voeten. I vuurt 10 keer op Smit. Na de liquidatie rent I naar zijn ouderlijk huis. Om 17:59 komt de eerste melding bij de politie binnen. P.
P. stapt kort daarna een internetcafé binnen en belt om 18:06 en 18:17 met een vaste telefoon naar Louis de V. Die zet hierna zijn telefoon uit. Of P. daarna door zijn kameraad wordt opgehaald of de bus neemt, is onduidelijk gebleven. Geen enkele buschauffeur kan P. in ieder geval herinneren. Op 1 maart 2006 komt de zaak tegen beide verdachten voor bij de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie is hard in zijn bewoordingen. Het spijt mij om te moeten zeggen, maar mijn stellige indruk is dat Peter Smit is neergeschoten als een hond. De gruwelijkheid van dit feit en de afkeuring vanuit de maatschappij voor dit soort koelbloedige moorden dient in de strafmaat tot uitdrukking te komen. De aanklager maakt geen onderscheid in het aandeel van beide mannen in de moord en eist tegen beiden 20 jaar cel. De rechtbank Rotterdam komt 2 weken later tot haar vonnis. De rechters menen dat er op grond van de ooggetuigenverklaringen en de gevonden DNA-sporen op de plaats delict in hun onderlinge samenhang bezien genoeg wettig en overtuigend bewijs is dat Cor P. en Aaron I. de moordenaars van Peter Smit zijn. De rechtbank verwijst het verhaal van P. over een toevallige ontmoeting met een bekende, wiens naam hij niet wil noemen, naar het Rijk der Fabelen. De rechters hechten geen waarde aan het verweer dat er geen belastend telefoonverkeer is getapt. De rechtbank veroordeelt beide mannen tot 15 jaar cel. De nabestaanden van Peter Smit reageren instemmend op het vonnis. Ja, niet meer dan terecht. Ik dacht dat het 20 jaar eis was. Dat had ik zelfs nog mooier gevonden, ja. Maar je vond dat wel een terechte straf. Het recht had daarmee wel zijn loop. Ja, wat je hier in Nederland aan recht kon halen, was ik wel een soort van tevreden, ja. Ja. Voor jou is duidelijk wie deze moord gepleegd heeft. Ja, wie deze moord gepleegd heeft niet. Dat het aanzetten tot de moord toch zeker Cor geweest is, dat wel. En wie daar geschoten heeft, dat nee. Maar kijk, Peter, wat met Cor. Van A tot Z, alles ging over Cor. Cor heeft alles met deze moord te maken. Hij heeft misschien niet zelf geschoten. Nee. Maar hij heeft er alles mee te maken. Zeker weten. Het rouwproces lijkt dan voor de nabestaanden te kunnen beginnen. In de Budo-school van Jan Vlezenbeek, waar de carrière van The Hurricane ooit begon, is een speciale hoek ingericht voor de sportheld. Maar even voor de kerst 2006 krijgt de zaak opnieuw een onverwachte wending. Cor P. moet zich voor het gerechtshof Den Haag verantwoorden vanwege het hoge beroep. En wat niemand verwacht, gebeurt. Het gerechtshof veegt de veroordeling van Cor P. van tafel. Volgens het hof is er geen bewijs dat Cor P. Peter Smit in de val heeft gelokt. En het blijkt nergens uit het dossier dat P. vervolgens contact heeft gehad met de schutter om te melden dat hij eraan kwam, zo redeneert het hof. Daarnaast zet het hof grote vraagtekens bij de verklaring van Mohammed, de 15-jarige jongen die op de galerij stond en ooggetuige was van de schietpartij. Het hof houdt er rekening mee dat deze getuige mogelijk onder druk is gezet door een vriend van Smit om een belastende verklaring tegen P. af te leggen. Wel wijzen de raadsheren erop dat zijn aantekeningen in de cel een aanwijzing vormen voor grotere betrokkenheid van de verdachte dan hij stelt. Steunbewijs ontbreekt evenwel. En tenslotte veegt het gerechtshof het DNA-bewijs van tafel. Het hof meent dat de sporen op de kleding en het wapen van oudere datum kunnen zijn. Op 22 december 2006 spreekt het Haagse gerechtshof Cor P. vrij van de moord op Peter Smit. De paling doet zijn bijnaam eer aan. De aalgladde crimineel glipt justitie voor de zoveelste keer door de vingers. De vrijspraak van Cor P. wekt alom verbazing. Het gebeurt niet vaak dat een zaak met zo'n forse eis en een veroordeling leidt tot vrijspraak in hoger beroep. En er is meer. Op 6 juni aanstaande moet de tweede verdachte, vermeende schutter Aaron I., zich verantwoorden voor het Haagse Hof.
En de kans is niet ondenkbeeldig dat ook hij wordt vrijgesproken. Kan je begrijpen hoe het Hof daartoe gekomen is? Nee, totaal niet. Absoluut niet. Ze hebben van de zaak niks begrepen? Ja, ik snap het niet. De bewijzen lagen toch op tafel. 5 keer DNA op 5 verschillende dingen. En dan zeg hij, ja, wij hebben een groepering en een pakhuis en we gebruiken allemaal al die spullen. Dus misschien had ik het die dag ervoor al bij me. Ik dacht dat dat ook niet mocht, groeperingen met wapens. Dus zeg maar wel, ja. Kunt u zich voorstellen dat er behoorlijk wat mensen zijn die zeggen, nou, latex handschoenen, een trui en een vuurwapen in de omgeving van de plaatselijk met DNA van de twee verdachten erop. Zaak is rond. Je kan hoogstens zeggen dat het wapen in handen van mijn cliënt is geweest, maar je kan op geen enkele wijze de conclusie trekken dat mijn cliënt dat wapen heeft gehanteerd op het moment van de schietpartij. Nee, maar het is wel veel bij elkaar. Hè? Ik bedoel, die handschoenen zou hij dan een keertje aangehad hebben, en die medeverdachte ook, en die trui, en ja, dat pistool in zijn hand gedrukt. Ja. En als al die tijd erop blijven zitten, dan wordt het ook nog rond de plaats delict gevonden. Is het niet wat veel allemaal om toevallig te zijn? Het is te weinig om daar op het bewijs te baseren. Als ik u straks een wapen in handen geef, u heeft het in uw handen, u geeft het aan mij terug. Ik pleeg daar een verschrikkelijke moord mee en ik bel de politie op en ik zeg, ik heb hier geheime informatie dat meneer De Vries iemand vermoord heeft. Ze vinden het wapen daar in de omgeving van het slachtoffer. Nou, dan zeggen ze, nou, meneer De Vries heeft een probleem, want CIE-informatie luidt, u hebt een moord gepleegd, we hebben een wapen gevonden met uw DNA erop. En dan zit u eigenlijk in hetzelfde schuitje als mijn cliënt. Toch zijn er andere getuigen die zeggen dat zij bij de plaats delict een donkere man hebben zien wegrennen die een beetje lijkt op de voetballer Pelé. En in dat signalement lijkt uw cliënt toch te passen. Nou, het enige wat overeen zou komen is dan de donkere huidskleur. Maar ik ken hem inmiddels erg goed. En met de meest wilde fantasieën kan ik er geen Pelé in ontdekken. Toch blijft staan dat er bij de criminele inlichtingeneenheid informatie is binnengekomen die precies past bij uw cliënt. Ja, maar is die informatie dan vals geweest? Is dat in elkaar gezet? Ja, dat is natuurlijk het bekende probleem van CIE-informatie. Je weet niet door wie CIE-informatie wordt verschaft. Het kan heel goed zijn van de werkelijke schutter die op deze manier zijn kans gewoon ziet om de schuld bij iemand anders neer te leggen. Kunt u zich voorstellen dat er veel mensen bijna van hun stoel zijn gevallen toen ze hoorden dat Cor P. was vrijgesproken door het Hof, ondanks alle belastende aanwijzingen tegen hem? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker als je bedenkt dat het aantal aanwijzingen tegen Cor P. In aantal groter is dan de aanwijzingen tegen mijn cliënt die dan nog steeds vastzit. Dus het zou misschien iets begrijpelijker zijn voor iedereen als ze allebei zouden zijn vrijgesproken of allebei nog zouden vastzitten. Peter de Hurricane Smit is uitgeraasd. Maar de storm rond zijn dood is momenteel weer in alle hevigheid losgebroken. De man die de herinnering aan de kampioen die hij ooit was niet wilde laten bezoedelen door een nieuwe generatie uitdagers ging neer in een straatgevecht met veranderde regels. Zijn dood heeft vele vechtsportliefhebbers over de hele wereld in beroering gebracht. Maar in de hoek waar de klappen het hardst zijn aangekomen, die van de nabestaanden van Smit, is de handdoek nog niet in de ring geworpen. Zij hopen dat het recht, in het proces dat in juni de laatste ronde ingaat, een andere loop krijgt. De begrafenis heb je gezegd dat hij liever stierf dan dat hij in zijn eer werd aangetast, hè? Vind je dat eigenlijk niet wat te ver gaan? Persoonlijk wel, maar Peet, ik hield van Peet hoe die was en hij was zo. Hij is wel gestorven waar hij voor stond, zeg maar.
Ja. Het gevolg is dat de kinderen zonder vader opgroeien. Maar dat is, het is niet dat hij zijn leven op het spel heeft gezet of dat hij... Het is niet dat hij het zag aankomen of dat hij ook maar enigszins rekening mee gehouden had dat het zo af kon lopen. Nee, hij ging de deur uit. Het idee dat hij die klok ging halen. Het past wel bij hem dat het zo van de een op de andere moment over is. Een lang ziektebed of zo, dat had ook echt niet bij hem gestaan. Nee, maar... Nee, dit was het niet waard. Dit had hij ook nooit niet verwacht. Echt niet. Heb je nou nog enige hoop dat de daders hiervoor gestraft gaan worden? Ooit? Ja, ik blijf daarop hopen. Dat het kleine beetje hoop wat ik nog heb, dat wil ik ook wel in leven houden. Was het veroordelende vonnis een gerechtelijke dwaling of is het vrijsprekende arrest een misslag? Zo vroeg ik aan het begin van deze uitzending. Nou, dan denk ik dat het niet te gewaagd is om te zeggen dat ik verdachten wel eens voor minder veroordeeld heb zien worden. De afgelopen tijd hebben we geprobeerd om Cor P., alias de Paling, te spreken te krijgen over zijn rol in deze zaak. Maar deuren knalden dicht, briefjes werden niet beantwoord en hij bleef voor ons onvindbaar. Of medeverdachte Iron E. binnenkort ook weer kan gaan en staan waar hij wil, weten we komende maand als de bel voor de laatste ronde in zijn strafproces gaat. We zullen de afloop vanaf de eerste rij volgen. Goed, tot zover de story of the hurricane. Volgende week slaan we in verband met darten een weekje over, maar op 20 mei, over 2 weken dus, zijn we er opnieuw. Dan reken ik weer op u, zoals u altijd op mij kunt rekenen. Tot dan.